In aanloop naar verschillende regelingen voor de Friese bouwsector bracht voorzitter van Bouwen Nederland, Maxime Verhagen, een bezoek aan de provincie. Ontvangen door gedeputeerde Konst en gedeputeerde Poepjes werd onder andere gesproken over de herbestemmingsregeling en de participatieregeling. Tijdens het overleg werd ook gesproken over wat de provincie doet voor de Friese bouwers. Het is buitengewoon belangrijk dat de provincie Friesland bereid is om hier geld in te steken. Omdat het natuurlijk op zich een enorme impuls is voor de werkgelegenheid, voor de economie in Friesland. Het gaat hier toch om honderden arbeidsplaatsen, toch de gelegenheid te geven om projecten los te trekken die anders niet van de grond zouden komen. Die op zich gezond zijn, maar door herbestemming en financieringsplannen die nu en participatieplannen die er nu zijn. Zorg je ervoor dat het geld ook beschikbaar komt. Vanaf het begin af aan heeft de provincie overleg gevoerd met woningbouwcoöperaties, met aannemers en met Bouwen Nederland. Om te kijken wat is nodig. Niet wat is nodig om te bouwen, maar omdat we zo graag willen bouwen. Nee, maar ook omdat er vraag is. Je bouwt omdat er vraag is naar ander type vastgoed, naar andere woningen. En dat is juist omdat je dat met de betrokkenen bespreekt vanaf het begin. Is ook duidelijk dat het in de praktijk zal werken, dat hier ook daadwerkelijk behoefte aan is. De provincie Friesland die stelt deze regelingen nu beschikbaar. 15 september gaan die regelingen open. Is het mogelijk om eraan deel te nemen? Ik zou zeggen, aannemers, ontwikkelaars, coöperaties, neem ook daadwerkelijk deel. Er is nu geld beschikbaar, er is ondersteuning beschikbaar. Maak daar ook gebruik van. De mensen zitten te wachten op goede woningen. En de aannemers zitten te wachten op goed werk. Dus schrijf in. Maxime Verhagen roept zijn leden dus op actief deel te nemen aan deze regelingen. Maar wat houden deze regelingen precies in? En hoeveel gesprekken zijn er al gevoerd? Eigenlijk zijn alle regelingen uit het aanvalsplan woningmarkt in het leven geroepen om de bouwsector in Friesland weer uit de impasse te trekken. Om werkgelegenheid te creëren, maar ook om concrete projecten los te krijgen. Wij hebben in het hele aanvalsplan woningmarkt ontzaglijk veel gesprekken gevoerd. Maar rond de regelingen die nu losgaan, spreken wij met zo'n 30 tot 40 concrete projecten. En ik verwacht dat het grootste deel daarvan ook gerealiseerd zal worden. Beide regelingen gaan in werking op 15 september. Maar ze zijn nu voor belangstellenden al beschikbaar via internet of anders bij de provincie. We weten, 15 september is de datum dat echt de concrete aanvraag binnen kan en moet komen. Maar ik zou iedereen willen oproepen nu al werk te gaan maken van de aanvragen en te zorgen dat het project klaar is om ook inderdaad uitgevoerd te worden.